Wat een jaar. Corona, corona, corona. Het kan komend jaar alleen maar beter worden, toch? Maar ja, hoe graag ook wij vooruit willen kijken. Wat doe je eind december als nieuwskanaal? Terugblikken. Het heeft ons namelijk ook behoorlijk bezig gehouden afgelopen jaar. En om te kunnen dromen over wat er straks weer kan, is het goed om te beseffen waar we vandaan komen. Dus je krijgt van ons een overzicht. Maar omdat we 2020 als de sodemieter achter ons willen laten, doen we het snel. Dit is het jaar van corona in minder dan 10 minuten. Voordat we beginnen bij de eerste dag van dit jaar, eerst nog even naar de laatste dag van vorig jaar. De ziekte heet niet voor niets COVID-19. Op oudjaarsdag notabene brengt China naar buiten dat op een markt in miljoenenstad Wuhan tientallen mensen op mysterieuze wijze ernstige longontsteking hebben gekregen. Daar was diezelfde avond, 8500 kilometer verderop, helemaal niemand mee bezig. Little did we know. Goed, daar gaan we. Januari. Die markt gaat dicht. Maar het virus is los. Het blijkt om een nieuw coronavirus te gaan, met de eerste officiële doden op 11 januari. In Wuhan gaat het dan hard. Stad en provincie gaan in totale lockdown. En deze beelden gaan de wereld over. Ook in andere landen nemen de zorgen toe over het virus. De Wereldgezondheidsorganisatie spreekt over een public health emergency of international concern. Maar het is vooral nog heel ver weg. Februari. We repatriëren Nederlanders uit Wuhan. Een heel cruiseschip gaat in quarantaine. En corona-klokkenluider Dr. Li Wenliang sterft een coronadood. De WHO introduceert de naam COVID-19. En COVID-19 introduceert zichzelf in Europa. Nog zonder dat we het doorhebben. Maar dan Italië. Er is een uitbraak in de regio Lombardije. En daarna volgen ook Spanje, Frankrijk, België. En een paar dagen later een briefje van Bruins. Met de eerste patiënt in Nederland. En dan maart. Riemen vast. Het begint langzaam tot ons door te dringen wat corona kan aanrichten. Door de beelden uit Italië. È come una situazione di guerra, è come un terremoto. Op 6 maart valt de eerste officiële Nederlandse coronadode. Vooral Brabant blijkt een brandhaard en neemt als eerste maatregelen. Ondertussen gaat heel Italië in lockdown. Terwijl wij nog lachend geen handen meer schudden. Maar dan is het officieel een pandemic. De sfeer slaat om. Van grapjes en memes naar dit is serieus. Evenementen met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Ook onze ziekenhuizen beginnen vol te stromen. We klappen voor de zorg en met 17 miljoen mensen maken we onszelf nuttig. Flatten the curve. Met zoiets geks als social distancing. Alles gaat in een stroomversnelling. Zelfs de scholen sluiten. Er wordt gehamsterd, een toespraak uit het torentje. Ik reken op u. Minister Bruins stort in, de jongen neemt over, de koning spreekt. We denken aan u. Er gebeurt heel, heel veel. Europa is het epicentrum van de pandemie. En gaat voor een groot deel op slot. Wij ook, maar net even anders. Dit is eigenlijk een intelligente lockdown. Zo zagen we Nederland nog nooit. En die curve, die moet nu echt omlaag. Want de grenzen van de zorg zijn in zicht. Ja, dat is echt heel spannend. En we zijn nog niet eens aan het eind van het begin. April dan. Even op adem komen. Die curve stabiliseert voorzichtig. Alle ogen zijn gericht op de intensive care. Want het was close. Heel close. Maar net genoeg. We hebben dit met z'n allen gedaan. Intussen passeren we wereldwijd de grens van 1 miljoen besmettingen en 100.000 doden. De Britse premier Boris Johnson belandt op de IC. We zien een leeg Sint-Pietersplein met Pasen en het nieuwe epicentrum is New York. Trump legt de schuld bij China. En ons nieuwe credo is hou vol. De NOW moet ondernemers en bedrijven daarbij helpen. Iedere horecazaak doet zijn best om zijn zaakje te redden in deze moeilijke tijd. En er gaat steun naar de eilanden. Met die curve gaat het beter en beter. Mede dankzij die 1,5 meter. En we vieren Koningsdag thuis. Mei. Stiller was het op 4 mei nog nooit. Het voelt vreemd. En op 5 mei ook niet. Maar op 6 mei volgt toch een beetje bevrijding. We gaan stap voor stap versoepelen. Contactberoepen, basisscholen, buitensporten, het kan weer.
Wel weer een nieuwe domper, want zolang er geen vaccin is... zijn grote evenementen niet toegestaan. Europa gaat langzaam van het slot. De eindexamens gaan door. En het nieuwe epicentrum is Latijns-Amerika, vooral Brazilië. You know. Het is lekker weer en er mag weer wat meer. Zoals de terrassen. Maar wel met max 30 man. Op afstand. En iedereen met klachten... kan een test krijgen. Tenminste, als het goed is. Er komt een mondkapjesplicht in het OV en de middelbare scholen gaan weer open. Maar het slechte nieuws is dit bloedonderzoek. Zeg voorlopig maar dag tegen die... groepsimmuniteit. Sommige grenzen gaan weer open. Er komt een dashboard, want we sturen op de achteruitkijkspiegel. En op mbo's, hbo's en unies kan weer wat meer. Maar de economie krijgt klappen. En er is protest tegen de maatregelen. Anderhalve meter afstand, dat is een soort terreur die er wordt uitgeoefend op de bevolking. Zij krijgen elk 1000 euro bonus en zij krijgen miljardensteun. Jullie, er mag weer een beetje meer. Nu met max 100 man. Maar deze zomer geen festivals. Wel zijn er veel illegale feesten. En de Hutch ziet er dit jaar zo uit. Augustus. Er lijkt niet zoveel aan de hand. Maar we zijn aan het verslappen. En dat geldt vooral voor jongeren. Maar ook minister Grapperhaus. Voorzitter, tijdens mijn huwelijk is het misgegaan. Ik heb daarover mijn spijt betuigd. Het reproductiegetal stijgt boven de 1. Dat kan best even goed gaan. Maar deskundigen waarschuwen voor een... tweede coronagolf. Ik denk dat er een reële kans is dat hij er wel komt. Ik denk dat die kans er serieus is. Ja, dat maakt me echt zorgen om. En dan... september. Het aantal besmettingen neemt weer hard toe. Dat is de directe aanleiding voor deze persconferentie. De teugels worden weer wat aangetrokken. Maar niet iedereen pikt dat. Ik doe niet meer mee. Wereldwijd noteren we een trieste mijlpaal. En die tweede golf is begonnen. Oktober. President Trump heeft het virus opgelopen. Hij behoort gewoon tot een risicogroep. Maar hij knapt ook weer op. We krijgen een app en een routekaart. Maar niet echt vlekkeloos. En we gaan in een... gedeeltelijke lockdown. Want het gaat niet goed. De geschiedenis herhaalt zich. De koning komt terug uit Griekenland. Hij is dan wel betrokken... maar niet onfeilbaar. Europa is opnieuw het epicentrum. Met ook weer nieuwe lockdowns. November. Dit lijntje beweegt weer de goede kant op. Dus die gedeeltelijke lockdown lijkt te werken. En een aantal vaccins ook, zeggen de ontwikkelaars. Tot zover het leuke nieuws. Want deze lijn blijft hangen. En het is op veel plekken druk, zeker op Black Friday. Tot slot, december. Na maanden gesteggel gaat de coronawet eindelijk in. Met onder meer een mondkapjesplicht. En begin januari kunnen we gaan vaccineren. Tenminste, als alles meezit. De vraag is nu vooral... wat kunnen we met de kerst? Nou, afgaande op deze lijn... en zij zullen keihard moeten doorwerken. Rutte spreekt het land opnieuw toe. De realiteit is dat de mensen in de ziekenhuizen en verpleeghuizen alweer 3 maanden op hun tandvlees lopen. Met iets verderop een pannenprotest. Dit keer geen intelligente, maar een harde lockdown. De hele wereld gaat op oranje en er gaat een gemuteerd virus rond in Engeland. Dat waarschijnlijk niet gevaarlijker is, maar wel besmettelijker. Dit jaar geen Flappy, maar... wappie. En de tweede golf telt inmiddels meer COVID-patiënten dan de eerste. Nu zit personeel alweer maandenlang boven normaal te werken. Maar er is ook een beetje hoop vlak voor kerst. Het eerste vaccin tegen corona is goedgekeurd in Europa. Maar de kerst zelf... tot zover het coronajaar 2020. Een voordeel, we zitten niet meer... aan het eind van het begin. Maar aan het begin... van het eind. Alle mensen die op wat voor manier dan ook door corona zijn geraakt, door het verlies van een dierbare, door blijvende gevolgen van COVID, misschien financieel of psychisch, wensen we namens iedereen van NOS op 3 een heel veel beter, mooier en gelukkiger 2021. Zeker voor de harde werkers in de zorg. Tot volgend jaar.